leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit in de auto. Ik wil dat iedere keer zeggen, maar dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want dan zie je vanzelf wel. Maar op een of andere manier wordt dat dan een soort, hoe moet je dat zeggen? Een soort gewoonte of zo. Dat je dan iedere keer hetzelfde zegt. Stom is dat, hè? Dat vind ik ook altijd van Masha zo grappig, van Beauty Gloss, dat ze dan in de vlog zegt van goedemorgen, wij zijn wakker. Dat ik denk, ja, anders kan je niet filmen. We zien dat je wakker bent. En nu doe ik eigenlijk hetzelfde door dan te zeggen, hoi, ik zit in de auto. Ja, dat zag je zelf ook wel, hè? Maar goed, ik ga op weg wat boodschappen doen. Het is super slecht weer, het regent, het is niet lekker. Maar ik wilde met jullie terugkomen op, volgens mij is het 2 video's geleden, dat ik het had over angsten en dat soort dingen. En daar wilde ik met jullie nog even op terugkomen, want het was best wel een soort van debrie-achtige vlog. En ik vind het soms wel eens lastig om dingen te delen, omdat ik ook niet wil... dat het triggers zijn voor iemand of wat dan ook, weet je wel. Ik wil niet jullie, neerslachtig maken of wat dan ook. Ik heb liever dat mijn video's vrolijk en gezellig zijn. En dat je gewoon even, lekker naar geklets kan luisteren. En ondertussen je make-up kan doen of weet je wel, zoiets. Maar aan de andere kant wil ik het ook eerlijk houden. En ga ik hier niet heel blij en gezellig doen als ik het gewoon even niet voel, zeg maar. Dus ja, er zullen vast vaker van dit soort video's online komen. Maar goed, ik moet zeggen dat ik gisteren de tijd heb genomen toen Lucas op school was om wat podcasts op te zoeken over onder andere angsten en dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik vind het weg, want ik ga het werken. Zo. En ik moet zeggen, ik doe dat normaal liever niet. Ik kijk liever juist gezellige dingetjes, dat je gewoon lekker die afleiding hebt, zeg maar. Maar ik had zoiets van, er moet toch wel een keertje iets gebeuren, dus... Ik kan beter gewoon eens even dingen gaan opzoeken en erover gaan luisteren en wat dan ook. Ik heb wel een keer ook bij een psycholoog gelopen, maar ik kon daar gewoon niet helemaal de connectie mee vinden. Het is echt heel lastig om een goede psycholoog te vinden die er ook nog eens bij past. Kijk, er zijn genoeg goede psychologen, denk ik hoor. Alleen, iemand moet ook wel een beetje aansluiten bij jouw ideeën en je de juiste tools kunnen aanbieden om verder te kunnen. En ik merkte bij de psycholoog waar ik toen liep, zij liep mij voornamelijk praten en ik heb gewoon handvatten nodig, ik heb tips nodig, nieuwe inzichten nodig, dat je denkt van wow, zo heb ik het nooit bekeken, weet je wel, dat heb ik nodig, want ik denk over heel veel dingen al best wel diep na, dus dat doe ik zelf al, weet je wel. Iemand hoeft mij niet te laten nadenken over dingen, omdat ik daar zelf al 24/7 ongeveer mee bezig ben. Maar ik moet zeggen, ik stuitte gisteren wel op een best wel nuttige podcast, denk ik zelf. En dat ging over angsten, maar dan met name hypochondrie. En als je niet weet wat het is, ja, zoek het even op anders hoor. Maar kort gezegd, houdt het in dat je continu denkt dat je ziek bent, dat je wat ernstigs hebt, weet je wel, dat soort dingen. En ik had dat vroeger altijd wel voor mezelf en nog steeds wel hoor. Als ik een plekje heb die raar doet, of een plek die raar doet, dan denk ik altijd van dit is niet goed. Maar ik heb dat ook wel een beetje de laatste tijd, nee niet een beetje, heel erg, als het ware verplaatst naar Lucas. Dat ik heel bang ben dat hij astma aanvallen krijgt, dat hij naar het ziekenhuis moet, dat hij stikt. En dat belemmert echt wel, nu wel heel erg mijn leven, dat ik wat dat betreft gewoon weinig kan genieten en er heel veel met die angsten bezig ben. Ik wil ze eigenlijk nu niet eens uitspreken, zeg maar. Ik vind het al naar dat ik het nu hardop zeg, zeg maar. En de podcast die ik luisterde ging over hooggevoeligheid in combinatie met hypochondrie. Het schijnt dat dat vaak een combi is die samengaat. En dat is... Ja, dat kwam zo overeen met hoe ik het vaak voel, zeg maar. Ik ben wat dat betreft behoorlijk hooggevoelig dat ik heel snel ook het gevoel van een ander overneem. Kijk, en het is ook wel positief, hè. Want ik kan me heel erg indenken of aanvoelen als iemand verdrietig is of zich niet goed voelt. En ik kan daar dan ook naar handelen. Dus dat zorgt er wel voor dat ik
naar mijn idee heel attent ben en wel echt meelevend ben met iemand. Ik trap nooit over iemands gevoelens heen. Maar dit ging er wel om dat je je zeg maar wel heel erg naar bijvoorbeeld kan voelen als iemand iets rots meemaakt. Dat eigenlijk niet van jou is. En dat vond ik wel een mooie, dat ze zegt van nou ga eens nadenken. Is dit, die pijn, het verdriet, de angst, is het van jou? En heel vaak merk ik dat het triggers zijn omdat mensen wat naars meemaken of wat dan ook. Mijn hersenen gaan dan ineens beseffen van jeetje, dit kan ook nog. Dit kan dus gewoon gebeuren. En wat erg. En hoe voelen ze zich? En ik ga eigenlijk het hele scenario in mijn hoofd overnieuw beleven alsof ik erbij was. Dus al hoor ik een verhaal, dan lijkt het wel of ik daar heb gezeten. Ik heb dat beeld voor me gezien, ik heb dat beeld gevormd. En dat is wel een hele belangrijke, dat ik denk van nou inderdaad, is het van jou? Is het niet van jou, moet je het loslaten, want je hebt er niks aan. En alle rampscenario's die je bedenkt, als je kijkt van hoe weinig er maar daadwerkelijk uit kunnen komen, dan is dat een heel laag percentage. Ze deed helemaal uitschrijven als het ware. En ik weet het nu niet meer uit mijn hoofd. Maar het ging er in ieder geval om dat 40% van de rampscenario's helemaal niet gebeurt. Dan heb je nog 30%. Dat komt meer voort uit ervaring uit het verleden. Dus je hebt bepaalde trauma's opgelopen. Je bent bang dat het weer gebeurt. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat zijn dus ervaringen van jezelf. Dus dan zat je natuurlijk al op 70%. En dan had je nog wat andere onderdeeltjes, die weet ik niet helemaal. En dan de laatste, dat was geloof ik echt nog maar 4% of 3%. Dat was dus van een deel heb je geen invloed op. Dus ook dat kun je loslaten, want je kan je heel erg druk maken, maar je hebt er geen invloed op. En dat is wat ik mezelf nu probeer voor te houden met Lucas bijvoorbeeld. Ik denk, ik heb er nu geen invloed op. Weet je wel, als er een astma aanval komt, weet je, je doet wat je kan. Hè? Ik bedoel, je kan puffen, je kan zorgen dat ze neus vrij blijft met een verkoudheid. Maar je hebt er verder geen invloed op. Pas eigenlijk als het echt, dus zeg maar je rampscenario komt uit, dan heb je er invloed op. Dan kun je het ziekenhuis bellen, dan kun je de dokter inschakelen en dan kun je daadwerkelijk wat doen. En dat is geloof ik maar 3%. Dus de 97% waar je je druk over maakt, daar kan je eigenlijk helemaal niks mee. En dat vond ik wel een hele mooie en interessante kijk, zeg maar. Omdat bij mij echt altijd alle rampscenario's door mijn hoofd komen. En ik vond dit wel heel mooi dat ik dacht van, ja, je moet echt meer loslaten. Want het houdt dus in dat 97% van de tijd dat ik me naar voel, is het dus voor niks. Dus 97% van de tijd had ik me niet druk hoeven maken of gebeurt er helemaal niet wat ik in mijn hoofd heb dat er gaat gebeuren. En ja, dat vind ik wel, als je het zo bekijkt, dan denk je jeetje, je moet, en je weet ook wel hè, ik bedoel, ik moet veel meer genieten en ik moet veel relaxter zijn. En ik ben er nu heel erg mee bezig om dat ja, vast te houden. Dus we gaan zien of dat lukt. En misschien hebben jullie er ook wat aan. En zoals net zei, ik ben geen dokter. Dus het is, weet je, doe ermee wat je wil. Zoek anders een podcast op. Als jullie het interessant vinden, laat het me weten. Dan kan ik je altijd de link sturen mocht je die video zelf nog even willen luisteren. Maar ja, nieuwe inzichten, nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus we gaan ons best weer doen. Ik sta inmiddels bij de supermarkt. Ik ga even wat eten kopen en zo. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie volgende keer weer te zien in de nieuwe video. En nou, ik zie jullie snel. Doei!